Dank u. De minister van Toerisme, Transport, Primaire Sector van Aruba, de heer Otmar Oruber, collega's, gevolmachtigde ministers, Wiels en Vogels, parlementariërs, leden van de Staten-Generaal, distinguished members of the Corps Diplomatiek, landgenoten en vrienden van Aruba. Goedemiddag en welkom. Welkom, I Bombini, bij de viering van de Aruba-dag 2014 nu in Rijswijk. Ik ben zeer vereerd om vandaag voor het eerst uw gastheer te mogen zijn. Ik moet wel beginnen met een kleine mededeling. En dat is dat wij vandaag hadden gehoopt op de aanwezigheid van onze minister-president, die straks zal landen in Schiphol, maar die het helaas tot nu toe niet heeft kunnen bevestigen dat hij hier aanwezig kan zijn. We weten wel dat hij deze organisatie en de viering, die gepaste viering van onze dag, van onze vlag en volkslied, wel een warm hart toedraagt. De vlag van Aruba is officieel op 18 maart 1976 geïntroduceerd samen met het officiële volkslied, Aruba Dushi Dera. Sinds Aruba op 1 januari 1986 de status apart heeft gekregen, is het de vlag van het land Aruba. En 18 maart is dan ook uitgeroepen tot een nationale feestdag van Aruba. In Nederland wordt deze grootste dag ook gevierd en is bekend geworden als de Aruba-dag. Het is een dag geworden waarop wij in Nederland het gemeenschappelijk gevoel vieren dat je trots mag zijn op wat je voor jezelf bereikt hebt. Daarom doen we dat ook niet alleen, maar samen met al onze vrienden van Aruba. Het is dus meer dan alleen een viering. Een viering van het verkrijgen van de eigen vlag en het volkslied. Het betreft de ongedwongen uiting van vaderlandsliefde. Waardering tonen voor de eigen cultuur. Trots zijn over je eigen identiteit. Ja, wij vieren dat. Wij vieren zelfbeschikkingsrecht. En dat is juist de belevenis die wij hier met z'n allen ook moeten vasthouden. Als je ver van je eigen vaderland weg bent en je moet aanpassen aan een nieuwe thuis, zoals we dat voelen hier in Nederland, dan hoeft dat niet ten koste te gaan van je eigen identiteit. Ons ideaal, dat ligt in onszelf, verankerd in het verleden met de symbolen die wij vandaag vieren, die ons de richting aangeven naar een betere, naar een hoopvolle toekomst hier in ons tweede thuisland. Als kabinet van Aruba hebben we bewezen met het jarenlang organiseren van de Aruba-dag dat wij dit ideaal willen onderstrepen bij de Arubaanse gemeenschap hier in Nederland. Zo'n viering als die van vandaag is alleen mogelijk wel met de inzet van het personeel van het kabinet van Aruba en een groot team van vrijwilligers die meehelpen om dit evenement te organiseren. Daarom wil ik ze ook een speciaal woord van dank geven vandaag. Dank aan de commissie van het Aruba-dag. En het programma van vandaag is verder op gericht om ons te laten zien, iets te laten zien, iets te laten proeven en vooral zelf te laten genieten van wat op Aruba op cultureel gebied te verkrijgen is. Daarom, ladies and gentlemen, dames en heren, hartelijk welkom vandaag en geniet van deze mooie dag. Masha Masha Danki.